Allee, dat is nu toch wel een toppunt. Binnen een paar uur komt ons bezoekje aan mijn dochter. Dat ik zeg dat binnen een paar uur ons bezoek komt en dat mijn dochter erbij ligt alsof ze er niks mee te maken wilt hebben. Maar ik wil er ook niks mee te maken hebben, ma. Heb je dat nu al meegemaakt? Die komen wel speciaal voor u naar hier, hè, Sophie? Ja, en dan? Ik heb hem dat toch niet gevraagd? Ah, nee, mama. Hoe vaak heb ik jullie al gezegd dat ik totaal niks moet weten van die gast met wie ik in het zesde middelbaar heb gezeten en die ik al jaren niet meer heb gezien sinds dat hij met zijn vader naar Zuid-Afrika is verhuisd. Maar hij heeft toch veel mails geschreven, hè? Ja, ja. Dat hij daar in Zuid-Afrika het Belgenland zo hard mist. En dat hem heel vaak aan mij moet denken. Ah, wel. En dan heb jij teruggemaild? Maar ik weet het maar. Dat ik het ook wel leuk vind dat er zo ver van hier iemand zo dikwijls aan mij denkt. Maar dat was gewoon uit beleefdheid. Ik kon toch ook niet weten dat er zoveel tijd later een liefdesbrief zou volgen. Waarin staat dat er met zijn hele familie uit Zuid-Afrika naar België komt. En dat hun reis dan geboekt was. En dat ze al zo goed als onderweg waren. Ik zou verschieten zijn als ik hem zou terugzien. Alwel maar, hij zal verschieten. Jongen Sophie, denk toch eens na. En dan die brief aan jullie. Ha, dat hem de Vlaamse gastvrijheid nog lang niet vergeten was. En dat hem hoopt dat hij met zijn hele familie, oma Rosa inclusief, hier welkom zou zijn. Sophie, het is de zoon van een industrieel. Dat is een miljonair, hè, Sophie. Och man, een miljonair. Wat kan ons dat schelen? Zolang dat wij ons een butler en een huismeid kunnen permitteren, is onze financiële situatie nog lang niet slecht. Sophie, jij kunt de vrouw worden van een miljonair. Jij kunt huizen hebben. Kastelen, boten, paarden, auto's. Je kunt leven gelijk een prinses. Ik begrijp u toch niet, hoor. Goh, kinderen, hè. Voor mij, part, mag je in de boom blijven zitten daar in Zuid-Afrika. Stel u voor dat die een tip denkt dat dat hier allemaal al gearrangeerd is. Hij zal het geweten hebben, zeg. De juffrouw heeft mij nodig. Ja, Emiel, ik heb u nodig. Heel erg nodig zelfs. Zegt u het maar, juffrouw Sophie. Jij weet natuurlijk wat dat er hier allemaal staat te gebeuren, nietwaar? Ik weet van niks, juffrouw. Allee, Emiel. Jij weet even goed als ik dat er hier straks een hele familie uit Zuid-Afrika komt om mij te bewonderen en om te kijken of ik al goed genoeg ben als vrouw voor een zoontje. Dat zou kunnen, juffrouw. Er werd mij namelijk gevraagd om tegen vanavond een diner voor 7 personen te verzorgen. Ah wel, dat diner gaat niet door. Niet door? Nee. Ik heb al het een en ander gearrangeerd. Om te beginnen moeten we van u afgeraken. Afgeraken? Van mij? Ja, inderdaad. Als we van u afgeraken, dan is er niemand meer om het diner te bedienen en onze gasten te bedienen, dan valt het hele eten in het water. En dan gaan ze zeker geen zin meer hebben om over een trouw te spreken. Ik begrijp het, juffrouw. Maar hebt u dan zo een hekel aan die jonge man? Allee, Emiel. Kijk zelf. Herinnert jij u deze foto nog? Oh ja. Natuurlijk herken ik hem. Toen zat de juffrouw in het laatste middelbaar. Inderdaad, Emiel. En ziet jij die aap daar staan? Aap? Ja, daar helemaal achteraan op de laatste rij. Ja. Als u mij toestaat, het is niet bepaald een Adonis, hè? Inderdaad. En dat zou mijn man moeten worden? Ik denk het niet. Och, arme. Dat kan toch niet, hè, juffrouw? Och, Emiel, je moet u geen zorgen maken. Ik heb al het een en ander gearrangeerd. Nu moet jij eens goed naar mij luisteren, Emiel. Binnen 5 minuten valt je van de trap. Wat zegt u? Binnen 5 minuten
valt je van de trap. Is dat nu zo speciaal? Ja, maar excuseert u mij, juffrouw, maar... Maar nee, Emiel, er vallen elke dag, ik weet niet hoeveel mensen van de trap. Ja, maar er vallen ook elke dag, ik weet niet hoeveel mensen niet van de trap, hè? Het belangrijkste is dat je het vakkundig doet. Oh, ik wist niet dat van de trap vallen ook al een vak was. Allee, Emiel, je begrijpt het niet, hè? Juffrouw, neemt u mij niet kwalijk, maar dit wordt mij toch wel een beetje te machtig, hoor. Kom aan, Emiel. Zo niet beginnen, hè. Het is wel voor een goed doel. En, kijk, je gaat bovenaan de trap staan en je doet alsof je gaat duiken. Zo. Meent je dat nu? En dan telt je 1, 2, 3 en je tjoeft naar beneden. Wat moet ik doen? Je tjoeft naar beneden. En ja, fijn, je valt van de trap met je hoofd naar beneden. Oh, ja, gewoon met mijn hoofd naar beneden. Nee, op mijn liefde, dan heb je niks eenvoudigers, juffrouw. Kom aan, Emiel, waarom? Zet je bang misschien? Allee, het moet allemaal zo erg niet zijn. Als het maar met veel tamtam gebeurt. Een tamtamjuf dus. Goed, wij begrijpen elkaar. Je gaat dus met een plat oogladen. Boven aan de trap staan en joef. Maar het is wel belangrijk als je laat vallen dat je luid gaat brullen, hè. Kunt je luid brullen, Emiel? Ik brul betrekkelijk weinig, juffrouw. Ja. Allee, brul een keer, kom, laat eens horen. Nu? Ja, allee. Als u wilt. Allee. Oh! Nee, zo niet, stop maar. Stop. Ja, dat was het niet, hè, juffrouw. Dat komt, denk ik, omdat ik nog niet helemaal geïnspireerd ben. Maar als ik eens voor de afgrond zal staan, dan zal het wel beter gaan. Ik hoop het. Juffrouw, neemt u mij niet kwalijk, hoor. Maar ik doe dit alleen maar voor u. En omdat jij zondags niet met een chimpansee moet gaan wandelen. Ik wist dat ik op u kon rekenen, Emiel. Schitterend. Het zal allemaal wel zo erg niet zijn. En, goh, om het allemaal wat echter te laten lijken, heb ik de loper van de trap al op een paar plaatsen losgemaakt. Dat valt gemakkelijker, ziet je? En als je dan onderaan de trap komt, dan doet je alsof je niet meer kunt lopen. En je laat u naar uw bed brengen. En de rest... Daar zorg ik wel voor. Afgesproken, Emiel. Afgesproken, juffrouw. Geweldig. Ja, ik ga dan maar, hè. En als ik sneuvel, dan zal het zijn op het veld van eer. Voorwaarts. Joef. Voorwaarts wat, Emiel? Joefen, meneer. Kent u dat niet? Nooit van gehoord. Maar nee, pa, dat kan toch niet? Dat is een vakterm in het Zuid-Afrikaans voor een diner klaarmaken. Ah, juist, ja. Nu herinner ik het mij. Maar wat kwam ik hier nu ook weer doen, hè? Oh, laat me eens denken, hè. Oh, ik ben toch zo zenuwachtig, hè. Het is precies alsof dat ze aan mij komen vragen voor te trouwen, hè. Mijn ondervestje kan ik niet vinden. Dat hangt afgeborsteld in uw kleerkast, meneer. Juist, ja, Emiel, dank u. Ga nu maar voort. Hoe heet het dan weer, dat diner gereed maken? Joeven, meneer. Joeven. Zie vooral dat het niet aangebrand is, want daar hangt heel veel van af. Dat geloof ik ook, meneer. Wat scheelt er toch met hem vandaag? Hij doet zo raar. Maar wat kwam ik nu weer doen? Hij had mijn ondervestje. Hallo, Karel. Zeg, het is Sofie, hè. Karel, je weet het, hè. Binnen een half uur kom je naar hier en je zegt dat ik moet rusten. Ja, natuurlijk zeg je dat je dokter bent.
Maar nee, ik weet ook wel dat je geen huisdokter bent, maar je doet toch een van die beesten? Wat lief? Ja, een van die insecten dan. Maar van, Karel. Allee, dat meent je nu niet, hè? Hoe gedurft niet? Maar van, nu. 2 dagen geleden heb je mij nog gezegd dat ik altijd op u kan rekenen. Ah wel, ik wil nu op u kunnen rekenen, hoort je? Jawel, kom aan, Karel. Dat komt allemaal wel goed. Je komt naar hier, je zegt dat je dokter bent en je zegt dat ik moet rusten. Oké? Schitterend, Karel. Zeg, en denk eraan, hè. De eerste indruk is altijd de belangrijkste. Tot straks, hè. Tada! Nu gaan we het horen. Als we het eens aan hem zouden vragen.
aan die molenvanger? Zijn jij zot geworden? Nee, laat mij maar doen. En Nadine is bezig met de brokken op te ruimen in de gang. Zij is allemaal roepen. Nadine, vraag eens aan een tuinman dat hem eventjes naar hier komt. Maar mens, wat wilt u nu van je vent? Dat hij ons met zijn schop komt bedienen? Nee, Nalaire, je begrijpt het weer niet, hè. Hij doet toch overal de tuinen van de villa's en de geburen? Ja. En misschien weet hij wel iemand van wie wij de huisknecht mogen lenen. Ah, Sessa. Oh, maar dat is nog zo geen slecht gedacht. Klap jij maar eens met die vent. Ik ga me ondertussen verder gereed maken, hè. Ho, ho. Muilentrekkerij, niks anders. Het is al lang vergeten voor een dokter te bellen. Ja, binnen. Allee, madame, zeg een keer. Ja, tuinman, kom binnen. Moest ik weten, jij me inviteren. Ik een schoon kostuum aan hebben, hè. Dat is niet nodig als je voeten maar afgekuist hebt. Madammetje, ik ben getrouwd. Ik kan alles weten van goede kuisen. Ja. Luister een keer, tuinman. Wij zitten voor een moment met een probleempje. Probleem? Ja. Probleem? Hey, we ringen dan morgen een week wel, hè? Nee. Dat is niet, dat is veel erger. Zijn dat van u misschien? Nee, ja. Ook niet. Nu ik het toch curieus worden, hè, madammetje? Ja, kijk, hè. Onze butler is van een trap gevallen. Ja? Uit zijn eigen of iemand hem geholpen? Nee. Het was een ongeluk, hè. Maar het probleem is dat hij nu niet meer kan lopen. En we krijgen straks juist bezoek. Nu wou ik vragen of dat jij misschien iemand kent die ons eens een avond kan komen helpen. Opdienen. Zou wel zijn, madammetje. Zelfs een heel goeie. Maar dat is prachtig. En wie is het? Voilà. Jij? Ja, madammetje. Ik. Jij tot eerste gezicht niet zeggen. Maar ik een vakman. Zijn het maar zeker. Maar jongen, dat kan toch niet? Mijn pa altijd Grieks restaurant gehad. Nee. Ik een man uit horeca. Ja, jij mij niet zeggen hoe ik moet serveus zijn, madammetje. Ja, maar... Ah, daar is mijn man. Ah, tuinman. Dag meneer. Accidentje gehad? Nee, ik ben van de trap gevallen. Is dat gewoonte? Iedereen zal naar beneden komen. Allee, ik heb met een tuinman gesproken. Hè. En kent hij iemand? Meneer, als de zoon uit de horeca, ik kan dat wel arrangeren. Je bedoelt toch niet dat hij? Het is ik of andere meneer. En er geen andere zijn? Ja, je hebt gelijk. Ik zie ook geen andere oplossing. Alleen, ja, ik vind niet dat jij daar het gezicht voor hebt. Is mogelijk, meneer. Maar manieren alles maken, niet waar, hè? Ja, dat is waar, hè. En daar letten de mensen het meeste op, hè. Wij moeten nu wel gaan beslissen, hè. En ik vind het eigenlijk al heel vriendelijk van u dat je ons wilt helpen. En je zult het u ook niet beklagen. Maar heb jij een smoking? Smoking? Smoking. Ah! Dokter mij een paar jaar geleden verteld verboden te roken. No smoking, zei hij. Nee, mijn vrouw bedoelt of dat je... Ja, natuurlijk heeft hij dat niet. Maar misschien kan hij iets aandoen van Emil? Ja, luister een keer... Ja, hoe heet jij eigenlijk? Metallidis Midas, madame. Oei, Midas Metallidis. Dat is ook geen naam, zeg. Ja, madameke, ik heb zelf ook niet uitgekozen, hè. Is een hele gewone naam bij ons. Helft Griekenland zou heten. Ja, maar mijn vrouw bedoelt dat geen naam is voor een knecht. En zeker niet in ons milieu. De mensen gaan direct horen dat jij in de Griek bent. Nee, wij zullen u Met noemen. Met, goed? Is goed, meneer. Jij noem me Aswad. Hé, als jij maar betaald, hè? Ja, luister een keer, Met. We krijgen vandaag bezoek van een heel deftige familie uit Zuid-Afrika. En dat bezoek, dat is heel belangrijk voor ons, hè? Het is daarmee dat jij die mensen ook heel goed moet bedienen, hè? Ja, je kent dat wel, als man uit de horeca en... Ja, mijn vader altijd op tellen gehad, hè. Wat wil ik nu weer zeggen?
Ah ja, we beginnen met de druppelke voor de mannen en voor de vrouwen. Wat oezo? Voor de poezo, hè? Oezo voor de poezo? Ja, ja. Daarna het diner, dat kan geen probleem geven, hè? Wij hebben de butler hiernaast in de keuken gezet om alles een beetje in de gaten te houden. En het enige wat jij moet doen is de schotels met eten naar de eetkamer hiernaast brengen. En zonder commentaar te geven. Ah ja, ik alleen commandes oppakken, hè? Commandes. Ja. Maar zwijg nu toch een keer! En we gaan nu een klein beetje moeten fatsoeneren, hè, Matt? Ja, om te beginnen. Moet je een hoop stro weg van onder je neus. Mijn moustache? Jij zegt daar moustache tegen. Meneer, jij zegt wat jij wil, maar aan mij past dat niet komen, hè. Hé, ik heb mis hier met schoonheidscommissie. Schoonheidscommissie? Met vrouw, zij niet de hele dag naar blote muren willen staan, begrijp je? Oh, maar daar kan wel wat aan gedaan worden, denk ik. Moest ik nu een keer 25 euro geven voor uw moustache? 25 euro? Meneerke, jij niet proberen. Mijn moustache blijft waar hij is. Ja, 40 euro dan. 40 euro? Madameke, jij denkt ik een product waar ik jaren voor gespaard heb en bezorgd heb alsof mijn eigen kind zijn, zou verkopen voor 40 euro? Allee, ja, jij wilt zeggen dat je er meer voor wilt hebben. Wat denkt u dan van 50 euro? 50 euro? Wat is een 50 euro voor een moustache in mijn van leven? 50 euro voor zo'n schuurborstel? Maar dat is toch belachelijk? Schuurborstel? Heb jij kwaliteit al eens gevoeld? Nee, jij een keer voelen. Geef een keer je hand. Bemorg ik geld van de wereld. 100 euro dan, en dat is mijn laatste bod. 100 euro geboden, 100 euro. Wat prachtige moustache. En echt mensaar, hè? 100 euro? Wie weet meer? Niemand? Hé, hey, kijk uit wat je doet. 100 euro geboden. 100 euro één keer. 100 euro twee keer. 100 euro. En verkocht. Pas toch op, jongens. Zijn we direct laat hier alles kapot? Hier, zeg. En maak dat je boven bent. Dat we u een beetje kunnen beginnen opkuisen, want we hebben al genoeg tijd verloren. Naar boven. Trap op. Ja, allee. Ja, zou jij dat doen? Hoezo zou je dat doen? Ja, misschien jij wil wat trapjes stuiken, hè? Oh. Dat is een goeie, hè? Oh, wat een toestand, hè. Moest Nadine nu wat beter zijn, hè? Maar ja, met dat mens valt ook niks aan te vangen. We staan ervoor en we moeten erdoor. Nadine! Oh, wat een broedzak, heel in een zetel geschonden. Nadine, wat is doof zeker. Nadine! Ja, madame? Oh, mens, jij doet me verschrikken. Waar zat jij? Ik zat niet, madame. Wat deed je dan? Ik hing uit de venster, madame. Hoe zit dat met dat bed voor Emiel? Dat bed? Dat staat al in de keuken, madame. Maar de matras ligt in de hof. In de hof? En hoe komt dat? Ja, ik wou dat een beetje verluchten en lap. Maar lap? Hoe lap? Ja, gewoon lap bij de venster. Oh, jij ja. Maar jij ja. En wat moeten we nu doen? Allee, maak maar dat in de keuken is. Max moet u maar helpen. Het was dat eigenlijk wat ik u wilde vertellen. We hebben een nieuwe huisknecht. Maar je kent hem wel, het is de tuinman. Ja, ik weet, het is niet een ideale, maar het is beter als niks, hè. Maar ik had dat ook kunnen doen. Jij? Ja. Hoeveel borden heb je deze week al laten vallen? Maar 7. Maar 7. Ik vraag me toch eens af hoe dat jij dat doet. Ah, wel, je pakt dat. Het is al goed. Goed personeel, moeilijk te vinden. Hè? Als ze niks laten vallen, dan vallen ze zelf wel. Oh, zelfs meneer ook, hoor. Voilà. Dat is ook alweer geregeld, zeg. Ik heb alles voor Matt gereed gelegd. En waar is hij nu? In bad. In bad. Vertrek jij maar. Heb jij die event ons bad laten gebruiken?
Nee, dat van de geburen. En jij laat hem daar zonder alleen. Ja, wat dacht je? Dat ik bij hem ging blijven zitten om zijn rug te wassen. Hij hoort, hij krijgt dan weer de kranken, hè. Maar we zouden er nog allemaal mee gaan meemaken, hè. Maar ik ben in alle geval toch content dat we iemand gevonden hebben, hè. En ik denk, hè, dat hij dat zo slecht nog niet gaat doen, hè. Als hem zijn mond niet te veel open doet, de mens. Hij gelooft dat nog. We moeten hem een keer bezig horen. Ik ben zo zenuwachtig genoeg, merci. Je hebt toch gezegd dat hij zijn nagels moet kuisen, hè? Moet ik nu ook nog voor manicure voor hem spelen, ook misschien? Moet ik het misschien doen? Ja, je ziet me toch al bezig. Ja. Heb jij die zijn kolenschupjes al eens een keer goed bekeken? Apollo komt eraan. Ik ben benieuwd of dat we hem gaan herkennen. Hier is hij! Oh. Enne, wat ga je denken? Goed, hè? Uit mijn ogen! Maak dat je weg zijn! Hoe? Niet goed of wat? Niet goed, vraagt hij. Nee, het is niet goed. Ik heb een knecht gevraagd. Geen kloon uit de circus. Oh, ik kan niet meer. Dat is ziet dan nu toch. Ja. Allee, jij iets verkeerd aan mij zien misschien? Dat vest is toch veel te groot? Ah wel, ik dacht mijn armen waren gekrompen. Ik weet het. Wie al? Het kostuum van u vroeger. Die zijn nu toch allemaal veel te groot. Maar zoetje, het personeel moet toch een smoking of een livrei aan hebben? Oh, maar dat geeft niet. Als ze iets vragen, dan zeggen we dat we dat in België niet meer dragen. Dat al lang uit de mode is. Ja, juist wat dan, ik wij wel iets mee iets maken. Moet er u niet mee? Ja, misschien geloven ze het wel. Kom mee, met. Ja, zeker, baas. Ik ben geen baas. Dat had je zien. Nadine! Ja, madame! Maar wat loopt jij hier toch maar overal te doen? Dat weet ik niet, zonne. Is alles gereed? Ja. Staan al die flessen in de keuken? Allemaal? Just ene? Die ligt. In 100.000 stukken zeker. Ik had het nog wel eens gedacht. Nou, dat is niet zo erg, zonne, madame. Ja, we toch dubbel. Oh. Met zijn mens valt ook niet te klappen, hè. Allee, gaan we naar de keuken en halen het mens met dat bed van Emiel te installeren. Dat staat echter al. En de matras, is die al uit en of? Ah, nee. Allee, maak maar dat je weg bent. Nou, waar? Ja, daar is de keuken en dat heen. Ah, doe. Voilà. Dat weer goed gearrangeerd, hè, madameke? Ja, dat is al beter. Dus met, nu weet je alles, er alles van, hè? Alles, meneer. Goed, ga dan nu maar naar de keuken en wacht tot er gebeld wordt. Emiel zal u daar de rest wel uitleggen, ja? Oké. Okay. Hey, wacht eens even. Uw gang staat mij niet aan. Staat mijn gang niet aan? Ik heb mijn hele leven zo lopen. Ja, dat kan wel zijn. Maar jij beweegt u als een boerenpaard dat een kar voorttrekt. Als knecht loop jij niet... Ik kan toch niet op geit gaan rondrijden, hè? Nee, maar jij moet strijden. Kijk, zo. Oh man, ik kan stijf mijn nek krijgen daarvan. Maar nee, strijden, kijk, zo. Hey, en niet lachen, hè? Plechtig kijken. Allee, ik eens probeer. Uw benen niet zo stijf. Zo goed? Ja, daar gaat al. Allee, ga nu maar. En madameke, meneer, jij van mij geen klagen hebben. Wat gaan we daar nog allemaal meemaken? Alles ziet er in orde uit, als onze bezoek kan komen. Ik ben wel wat zenuwachtig, hoor. Ja, jij kunt ook niet tegen al die emotie, hè. Zit mijn strikje goed? Ja, dat is in orde. Ja. En hoe zie ik eruit? Oh, prachtig. Aan ons zal het niet liggen. Waar zit ons Sophie eigenlijk? Die zal zich wel aan het opmaken zijn, zeker? Dat is eigenlijk toch ook een raar, hè? Daar straks zit ze... Enfin, het zal wel allemaal loslopen als ons bezoeker is.
Ze zijn daar! Ze zijn daar! Hallo, blijf nu toch eens kalm en maak toch zo niet! Waar blijft hij nu toch? Ja, ja, ik ben daar. Doe toch open? Ik doe juist dicht. Open doen, wat staat je daar te doen? Ja, jij zegt als bel, kom binnen. Maar dat is de bel van de voordeur. Ah, ja, ga het dan zeggen, hè. Ja, ja, ja. Ja, ja, ik ben daar. Ik ben toch zo zenuwachtig, maar zit ze mogen niks vermoeien. Kom maar binnen, gasten. Kom maar binnen. Is beter dan buiten. Hè. Wel voeten kuisen. Is juist gepoest hier. Hè. Niet duwen, niet duwen. Jij allemaal binnen kunnen. Pas op, meentje. Er zijn hier al een paar invalide. Oh, die vent, hè. Wat spookt die toch allemaal uit, hè? Vriendelijk kijken, zoetje. Zijn jij hier de butler? Hoe bedoelt u? Ja, de man die de ontvangst verzorgt. Ontvangst? Ah, ah, we regelen dat straks wel, hè, vriend. Mevrouw, mag ik me voorstellen, de klerk. Hoe maakt u het? Goed, aangenaam, meneer de klerk. Meneer? Allee, madammetjes, jij allemaal binnen kunnen, hè. Maar kijk, meet je ook al hier, hè. Meetje? Hey, ziet nog goed uit voor oude vrouw. Allee, met, pak die stoel en zit. Is uw zoon niet meegekomen? Jawel, maar hij moest onderweg nog een boodschap doen. Ja, iedereen was naar het wc, hè? Breng de valiezen maar naar de kamers, met. Oké. Okay. Oh, amai, zeg, oh! Die heeft een beetje zwaar, zeg. Jij gauw meegesmokkeld, zeg. Dames, gaat u zitten. Meneer de klerk, misschien kunt u zich hier zetten. Is dat uw huisknecht, meneer Benoit? Ja, inderdaad. Zo. Hebt u een goede reis gehad, madame? Ja, dankjewel, mevrouw. Voor oma was het wel een hele bedoeling. Maar ze heeft zich zeer goed gehouden. Niet waar, mama? Jazeker. Maar ik ben toch blij, hoor, dat ik weer op vaste grond sta. Ja. Ja, en wij ook. Ja, oma wil per se meekomen. Om kennis te maken met het meisje waar onze zoon zo verliefd op is. Ik hoop dat ze u in de smaak gaat vallen. Ja, ik zie die jongen toch zo graag. Begrijp je? En Jean-Philippe heeft zoveel over jullie dochter verteld. Ik heb haar nog nooit ontmoet, maar ik heb het gevoel alsof ik haar mijn hele leven al ken. En het is ook een brave, hè, niet waar, Alain? Ja, het is een juweel van een kind. Ik ben er heel trots op. Daar mocht u zeker van zijn. Nou ja, volgens Jean-Philippe is hij het mooiste meisje van de wereld. Je begrijpt dat ik ook benieuwd ben om haar te zien. Ja, en ze is ook heel handig, hè. Ze kan naaien en koken gelijk de beste. Ik zal haar eens gaan roepen. Sophie, Charles, bezoek eens hier. Kom je naar beneden, mijn engeltje? Ja, je begrijpt dat wel, de jeugd. Ze wilde daar nog een beetje op maken. Oh, maar zo'n zoetje. Oh. Ik geloof dat ze daar is. Ja. Hallo, zit er eindelijk. Ik ben Sophie Benoit. U wensen de dames en heren misschien iets om te drinken? Ja, geef mij maar een borrel. Ik zal met bel. En jij, daar moet die oma zijn, hè? Jean-Philippe heeft mij veel geschreven over in al zijn mails. Die ik natuurlijk niet allemaal heb gelezen. Ja, mijn dochter heeft het de laatste tijd nogal druk gehad en daarmee... Maar, ik druk. Maar mensen, ik doe nooit een klop. Het enige wat ik doe is boekjes lezen en op mijn iPad spelen. En je mama vertelde net dat jij zo goed kunt koken. Maar, je vangt ze zeker. Ik kan nog geen ei bakken. Ja, ons Sophie toch, hè.
Waar zat jij? Ik? Op straat? Op straat? Ja, werd gebeld, maar zag niemand. Dat was ik. Ik belde omdat ik u nodig had. Wat is dat, Yasu? Ik dacht deur je niet de belletje trekken als speler. Nee, vloeken. Vraag aan de mensen wat ze willen hebben om te drinken. Oké. Madameke, het is voor commandes te weten. Wat zal het zijn? Als u alcohol bedoelt, dat drink ik niet, hè? Pardon? Alleen meentje, pak die ook iets. Hé, je gaat er niet op van, hè? Met iets in? Beter niet beginnen met iets gewoons. Geef haar maar een koffietje. Wat kan er, sakos, madame? Maar je zou beter de verschillende dranken samen binnenbrengen en zo de mensen laten kiezen. Mijn baas, die weet het. Goeie dag, meneer. Dat is toch mijn eigenaardige. Ja, meneer de Klerk, Matt is wel een beetje een speciale. Maar hij doet zijn werk heel goed. Ja, dat geloof ik. Juffrouw, ik geloof dat Jean-Philippe u al 5 jaar niet meer heeft gezien. Ja, dat zal zoiets zijn, ja. Hij zei dat het een heel sensatie zou worden als we elkaar zouden terugzien in zijn laatste mail. Ja. Een sensatie zal het zeker zijn. Oh, mama, ik krijg het weer. Allee, zeg, wat gebeurt er? Wat is er? Krijgt ze dat dikwijls? Nee, ja, nooit niet. Maar jawel, maar 20 keer per dag. Koffie, nougat, boel de Berlijn, warme wafels, disco. Een beetje, hier het café is. Je pakt een keer aan, alstublieft. Madame de Klerk, wat mag ik voor u zijn? Doe voor mij maar een sherry. Ah, hier laat je met een cognac, hè. Jij ook een keer aanpakken, alstublieft. Madame de Klerk, wat mag ik voor u zijn? Ja, ook een sherry. En pak goed zeggen, mensen. Wij genoeg hebben, hè. Zeg, hoe scheelt het met u? Ik ben wel eens flauw gevallen. Oh, excuseer, er wordt gebeld. Jij een keer vastpakken, vriend? Excuseer me. Ja, ik weet niet wat er met Matt scheelt vandaag. Mag ik u bedienen? Ja. Een porthoek, kindje? Nee, pa. Ik heb nog last van mijn kater van gisteravond. Meneer de Klerk, dames, op onze kennismaking. Ja, ja. Was facteur, hè? We zijn hier nog vreemdeling in huis. En de brief wordt Alain Benoit. Alain Benoit, snap ik het? Dat voor mij. Excuseer me, heer Koeman. Misschien nog iemand iets om te drinken? Nee hoor, we hebben nog. Dat was merci. Excuseer. Niets. Hey, is precies zo'n inval vandaag. Voelt u zich al wat beter, juffrouw? Dat gaat wel. Staat dokter voor de deur? Een dokter? Is er iets met u of met uw man? Ah, nee, het komt van de juffrouw. Hé, hey, is geen gewone. Heeft 5 keer gezegd dat hij dokter is. Ja, laat hem dan maar binnenkomen daarnet. Oké. Okay. Zeker niet, madame. We kijken al zo lang uit naar deze dag. Kom maar binnen, dokter. Ik kan er altijd eentje bij, hè. Ik ben slim. Oh ja? Dat zou ik niet zeggen. Dat kan best zijn, maar ik ben dokter. Er is niemand die het tegendeel beweert, meneer. Ik ben Karel Slim, dokter Karel Slim. Waar is uw beest? De patiënten bedoel ik. Neem me niet kwalijk. Nee, dokter. Oh, ik zie het al. Overspannen. Ongelooflijk, overspannen.
Ik heb al veel overspanning gezien, maar zoiets overspannen, dat heb ik nog nooit gezien. Jullie het overspannen, is het overspannen. Wie? Jij of zij? Nee, alle twee, de patiënten bedoel ik. Zij moet rusten. Absoluut rust! Ja, ja. Dames en heren, jongen de heer de klerk. Allemaal. Oh, Jean-Philippe, wat heb je mooi geworden. En jij? Leren. Moest ik dat geweten hebben? Wel, doen, dan weet je het nu. Maar enfin, ik voel het. En hoe is het hier? Meneer Benoit, mag ik voorstellen, Jean-Philippe. Oh, maar natuurlijk. Ik ben heel content van u te leren kennen. Mag ik u van harte welkom heten? Dank u, meneer Benoit. Mag ik u het, mevrouw? Goed, dank u wel. Jean-Philippe zal ik maar zeggen, zeker. Hè? Meneer Benoit, er is een dokter voor uw dochter. Ja, echt, ik ben dokter. Je dacht misschien wel niet, hè? En jij moet rusten. Rust, rust, rust! Paul, toch af, jong, met me rust. Ja, maar de telefoon had gezegd dat. Ja, maar zo is het wel goed geweest. Dat maakt dat je wegkomt. Hé, ja, maar het is al goed. Dag, ik ben dokter, dokter Karel Slim. Zijn er hier nog van die halve garen die denken dat ze dokters zijn? Nee, echt, Sophie, je bent nogal veranderd. Daar ben ik toch serieus van verscholden, hoor. Ik schaam mij zo, ik schaam mij zo! Ik wil mij verontschuldigen bij de dames en de heren voor de spijtige incidenten die hier allemaal gebeurd zijn de laatste tijd. En ik stel voor om een toast uit te brengen op Jean-Philippe, de charmante zoon van meneer en mevrouw de Klerk en mijn... Allercharmantste dochter. Moet ik even passeren? Is beter langs hier, matras moet door het venster. Allee, elke pasje, allemaal meewerken, hè. En pas op, dat ding pas juist door de deur, hè. Ja. Hé, hey, en laat die ballen zoals jij gewoon zijn, hè. Sorry, hoor. Opletten, trek je ogen open. Pas op! Wat er die bent toch mankeert, hè? Van zo iemand krijgt de mens nog een attack. Oh. Moest dat mijn huisknecht zijn? Oh, oh. Eerst smeet ik ze weer buiten. Ja, excuseert u mij, hoor, dat ik dat zo vlak afzeg. Ja, maar nou een ferme slag rond zijn oren erbij, hè? Kijk eens, door zijn schuld heb ik op mijn kostuum gemorst. Oh, sorry, hoor. Mooie situatie. Een verre mooie situatie. Ik heb van mijn leven al lelijke scharminkels gezien. Maar zoiets? Allee, jong, hoe heb je het ooit in je hoofd kunnen halen om met dat schepsel te willen trouwen? Ja, maar pa, zo is het nooit geweest. Ja, maar nu is het toch zo, nietwaar? En dan die familie. Een mankende vader, ja, een immer flauwvallende dochter. En die een huisknecht. Huisknecht. Eerder een dokwerker, ja. Met een kostuum dat me nog van geen kant past. Ik versta er allemaal ook niks van. En het schoonste van al is, hè, dat we hier bij die bende nog moeten blijven eten ook. Je gaat dat zien, hè. Patatten in de schil en kipkap, ja, dat gaan we krijgen. Allee, niet overdrijven, hè, pa. Zo erg zal het toch wel niet zijn. Niet erg? Allee, dat straks bij de koffie. Komt dat stukje huisknecht rond met koepsjes. En vraagt ons oma,
voor mij mag er zo eentje met chocola zijn. Zegt hij, pardon meentje, dat is met een duim. Kijk, hè. Moest dat mij afhangen? Je waart hier al lang weg. Maar afijn, pa, dat kunnen we nu toch ook niet doen, hè. Die mensen hebben van alles voor ons in huis gehaald. Oh, dat zou er anders niet zeggen, hè. Afijn, tot nu toe hebben we het overleefd. Deze avond zal er nog wat bij kunnen, zeker? Tussennaagsjes. Waar is uw moeder? Zij en oma zijn hun klaarmaken voor het diner. Aha, en zij die uw schoonouders gingen worden, die heb ik ook niet meer gezien. Ze moesten nog eens naar de keuken. Waarvoor? Er was iets aangebrand, geloof ik. Ook dat nog. Maar goed dat ze van alles in huis gehaald hebben. Jean-Philippe, je begrijpt het toch wel? Ja. Hij weet er alles van nu. Ik heb hem een beetje bijgepraat. En ik vind het spijtig voor u, jongen. Maar het is best dat we hier zo snel mogelijk weg zijn. Oh, het is ervan in mijn buik geslagen. Oh. Ach, zie hier, de familie de Klerk allemaal bijeen. Excuseer ons dat we een beetje hebben laten wachten, maar we moesten onze huisknecht nog een beetje assisteren. Ja. Kwamen ze de huisknecht arresteren? Oh. Nee. Zo erg was het nu ook nog niet. Nee, dat zou mij anders niks verwonderd hebben, hoor. Zo'n rare tip. Nee, hij had alleen een beetje hulp nodig bij het joefen. Bij het wat? Joefen. Kijk je dat niet? Dat is nog dan Zuid-Afrikaans. Je kijkt zo triestig, Jean-Philippe. Ik? Triestig? Absoluut niet, mevrouw. Mijn dochter zal u best wel ontgoocheld hebben, zeker. Ik moet eigenlijk zeggen dat ze eigenlijk zo niet is. Wat bedoelt u, meneer Benoit? Ik vond het anders vrij duidelijk. Maar hoe zal ik het uitleggen? Wat? Kijk zelf maar. Wat niet? Oh, maar dat lieveke, dat heeft ons heel de tijd een beetje voor de zot gehouden. Oh, maar zo zal Jean-Philippe wel liever zien zullen. Is het niet, jongen? Ja. Ja. Dames en heren, je moet benen onder tafel steken. De soep is gereed. Er zitten veel balkjes in, zo, hè. En daarachter, die oorlogse gebraden met de vele groeten en kroketten. En is alles goed gelukt, met? Madameke, kroketten brengen van plezier in die frituizen. Zullen we dat maar? Mevrouw, mag ik u begeleiden? Mevrouw. Pardon. Na u, mevrouw. Allee, meetje. Mag ik denken? Welk is dit gaan dan? Zal het gaan? Ja! Goed. En mensen ook niet tegen een grapje kunnen, hè. De soep! Ha-ho! Ah, die zijn jassen die soep is eten! Allee, kom aan! Ja, ik ben daar, zeg! Allee, het spel gaat beginnen! Is dat jas op meentje staan in brand? Die man blijft verborgen. En hij heeft niet in een hele polypolie te zoeken in de nek en daarachter een kan aflaten. Ja, hey, toch met iets brussen. Moet nog wel afkoelen, anders zal dat blazen. Hé, de nek loopt nog een beetje. Zijn je zot geworden? Zelfs gaat je nog verdrinken. Hoe kun je nu toch zoiets stoms doen? Je weet toch dat je links moet serveren? Gij mij niet zeggen hoe ik moet serveren, meneer. Ja, dat hebben we gemerkt. Het is hier nog slechter dan in een slachthuis.
Madame, meneers, was accidentje. Ja, ik wilde links zijn leuzen. Maar meentje zat met Jean-Philippe te klappen en... Ja, ik het daar over het hoofd. Staat je op om iets te zeggen en klap. Ja, ja, het is al goed net. Ik versta het. Pa, hier kon men niks aan doen. Oh, merci, vriend. Echt waar, merci. Gaat het een beetje, mama? Ja, ja hoor, het gaat wel. Maar ik ben wel niet om aan te zien. Alleen zie mij hier nu zitten. Ik zal mij beter iets anders gaan aandoen. Ja. Zal ik even met u meegaan, mevrouw? Zou ik je dat wel doen? Ziet dat je weer flauw valt, hè? Mijn oma zou er iets aan kunnen overhouden. Allee, zo vlieg het flauw, niet flauw. Ze hebben mij nogthans in de handen gezet. Ik zal met u meegaan, mama. Ja, dank u, kind, dank u. Mijn permanent. Ja, dit is nu ook een aarde duvel. Hé, is mijn watergolf nu? Ik wil mij excuseren bij dames en heren voor dit spijtig ongelukje. Daar kon niemand iets aan doen, meneer Benoit. Het was een samenloop van omstandigheden. Ja, maar toch. Zomaar terug naar de eetkamer gaan? Is het beste wat je kunt doen. Jean-Philippe kan ons intussen misschien de foto's laten zien waar hij daar straks over bezig was. Ah, zeker, mevrouw, met alle plezier. Ik zal ze even gaan halen. Hallo? Hallo? Hè? Nog volk? Nee, komt je niet binnen, juffrouw? Zie ik er dan zo zot uit? Dat versta ik niet. Je zult het wel allemaal een vlug verstaan. Ik ben Jean-Philippe de Klerk. Ik ben Melissa Metalides. Melissa Metalides. Zijt je ook geïnviteerd op het feest? Nee, ik zoek mijn pa. Huh? En die is hier? Ja, ik denk het. Dus jij bent de dochter van een tuinier? Ja, is het tegen misschien? Nee, helemaal niet. Goed, kijk, het zit zo. Normaal gezien komt hij 's middags altijd thuis om te eten. Maar het is ondertussen al 7 uur en we hebben het nog steeds niet gezien. Je verstaat dat we ons daar een beetje ongerust over beginnen te maken, nietwaar? Daarom ben ik hier in alle villa's aan het kijken of ergens langer heeft moeten werken. Mijn tuinier? Dat heb ik hier nog niet gezien. Maar je moest eens weten wat ik hier wel allemaal heb gezien. Wat bedoelt u? Wel, daar loopt hier een huisknecht. Een huisknecht. Maar dat is goed, dat een huisknecht. Wat scheelt er? Oh, maar dat is echt een goeie. Allee, wilt u even zetten, juffrouw? Hoe heet uw vader voluit? Midas Metalides. Midas Metalides. Ja, dan hebben ze zijn achternaam een beetje ingekort en er net van gemaakt. Dat klinkt niet zo Grieks, hè? Hoe het precies allemaal in elkaar zit, dat weet ik ook nog niet. Maar wat ik wel weet, hè, is dat die een huisknecht die hier rondloopt, dat dat evenveel een huisknecht is als dat ik een tuinier ben. Heb je het zo een beetje te verstaan, hè? Oh mijn god, dat weet je niet. Ik denk dat mijn vader daar niet gewoon terecht zou brengen. Toch is het zo, maar... Je zou het mij een heel groot plezier doen als je aan niemand wilt zeggen dat ik weet dat hij uw vader is. Oké, beloofd. Oh, Jean-Philippe, is dat die foto die je zo graag aan ons allemaal zou willen laten zien? Juffrouw, het heeft mij een heel groot plezier gedaan om even met u te kunnen babbelen. En ik ben heel blij dat ik u heb mogen leren kennen. En wilt je vooral heel veel groetjes doen aan uw vader? Melissa!
Maar wat is? Wat ga je hier doen? U zoekt jij. Met mij zoeken? Waarom? We zitten thuis allemaal dood ongerust. Waar heb je de hele tijd gezeten? Ben je een paar dagen huisknecht geworden? Allee, jij. Ja, dat mag gezien zijn, hè? Je komt er goed voor, maar waar is uw snor? Verkocht. Verkocht, uw snor? Ja, hey, heb er nog 100 euro voor gekregen. Ja, hey, ik heb verstand van business, hè? Maar geen zorgen, volgende week heb je weer een bloei staan. Mama zal ook zo eens verschieten. Tja, de mens ook eens afwisseling hebben het leven. Maar waarom doet je dat allemaal? Ik zal dan een keer vertellen. Als deze gedaan is, ik kan naar huis komen. Is het ook geen gewone? Tja, alles goed om een beetje extra te verdienen. Kort verteld, huis ligt die van trap gevallen, ik kan mensen een beetje helpen. Gaat nu wat af? Afgaan? Ja. Van mijn leven nog niks anders goed gegaan, zeg. Jij bent goed, mijn engel, maar ook zonder liefde van snop. Nou. Tot straks. Oh, tot straks, mijn engeltje. Casanova? Pardon, madameke? Casanova? Excuseer, madame. Denk niet dat wij daar een huis hebben. Is de porto of Sherryke ook goed? Enfin, ik denk mijn baas me liever van de drank willen afhouden. Hoe is het met u, meentje? Beetje bekomen van schrik? Geneert gij u dan nergens voor? Oh, lap, gaat weer beginnen. Mens, heb je gehoord samenloop van omstandigheden zijn? Samenloop van omstandigheden noemt hij dat. Hoor je dat, mama? Ja, het is erg, hè, mijn kind. Allee, kom, zal u een kus geven. Begin te geven. Dat niet. Kom nog één stap dichterbij en ik begin te roepen. Kom maar, oma. Volg mij maar. Casanova. Mislukte vrouwenzot. Maniak. Maniak? Casa dinges? Kijk, vent. Rustig, houd rustig. Rustig. Hoe haalt je het in je hoofd om die oma te willen kussen? Huh? Was een grapje, hè? Het brengt me niet tegen, hè. Je hebt geluk dat ik mij moet inhouden voor mijn gasten, want anders zouden we wel meemaken, hè? Zwijg, hè, en spreek me niet tegen, hè? Maar, ja, hij zegt niets. Ja, zwijg dan, en spreek me niet tegen. En laat de volgende gang komen. Is het niet beter dat jullie naar gaan gaan? Nee, ik zie graag moeilijk bij jullie komen. Oh, ik ontloof bijna. Nee, dat ik niet tegenspreek. De volgende gang laten komen, het eten. Maar eten niet in gang, eten is een keuken. Allee, eten in gang zetten, wie doet dat nu? Stop voor de keer van. Lieve Mer, wilt je alsjeblieft het vlees, de groenten, de kroketten en alles wat er in de keuken staat gaan halen en naar de eetkamer brengen? Alsjeblieft. Ah, ja, jij hebt het al zeggen in plaats van over gang beginnen spreken, hè? U vraagt wegschrijven. Ja, en schrijf maar wat vroeger als je wilt. Van een dag, hè, van een dag, hè. En met een enkele... Oh, oh. Wat nu weer? Het is precies alsof de keuken is ingestort. Ja, ik durf niet gaan kijken, hè. En die vent, hè, ik... Meneer, is goed we alles een beetje door elkaar doen? Dag, wat? Ja, voedzaam dredje maken. Ten dank dat ik het vuur te hard en te lang heb opgezet. Ik weet het niet meer. Oh. Ik weet het niet meer. En Emiel, waar was hij? Ja, in keuken. Maar hij helemaal van kabaal zijn. Wat was hij? Buiten Westen zijn. Oh. Maar dat is al geregeld. Zeg maar, wat gebeurt er allemaal in die keuken? Niks speciaals. Emiel op beentje van kiek aan het knagen. Ja? En ineens helemaal blauw aan het worden. Hij gestikt een stukje van beentje. Maar ik, hè, rap stofzuiger gepakt. Dus had er aan gezogen, 1, 2, 3, en weer door. Oh, wat voor een klap was dat? Oh, ik ben nogal verschoten, hoor. Ik wil naar huis, hè. Oh, ik wil naar huis. Naar huis? Ja. Zuid-Afrika. Meentje, jij hebt dus wachten. Ik zie niet gedaan met werken en zo kunnen we meelopen. Het was helemaal niks bijzonders, mevrouw. Niks bijzonders. Oh, is dat hier ook al de gewoonte dan?
zo'n ontploffingen. Oh, ik ga nog een uurtje op mijn bed gaan liggen. Allee, meentje. Jij feest verlaten. Ja. Maar nu pas wijs worden. Maar ja, jij doen, hè. Allee, ik wil even meegaan naar die kamer. Ja. Meneer! Meentje zegt meneer tegen mij. Het is een catastrofe. Een regelrechte catastrofe. Kunt je mij volgen? Ik kan niet meer werken. Sophie, die doet dat toch daar niet interesseert. Mijn vrouw is onder haar toeren en nu is het me nu ook nog in duigen gevallen. Wat zijn jij aan het doen? Dat jij gezegd, jij mij volgen. Wat moet ik nu tegen de gasten zeggen? Ik kan ze toch geen hutsepot geven? Tja, ben bang nog even gaat duren. Maar ja, wat ga je doen, hè? Ja, een beetje bezig houden. Dat is zo, klapje doen tegen mensen. Allee, hoe heet dat nu weer? Spitsen. Ik kan je niet verstaan. Ja, zo'n klapje doen tegen mensen. Ja, ga je zeggen, ik zou content zijn, u er zijn. En nog veel content zijn. Ja, ga je verstaan? Ik op papier schrijven. Ben ik goed in? Is nu bijna goed. Ik heb hier geen goesting om naar al uw gezever hier te staan luisteren. En dan heb ik daar goed mis mee, hè? En daarbij, jij moet aan mij niet zeggen wat ik moet doen. Verstaat je? Heel goed. Zeker? Zal zijn. Met? Zonder. Oh, geit. Meneer, altijd druk maken om niets. Dames en heren. Oh, denk dat die gaat spitsen. Dames en heren, ik voel mij verplicht om op dit ogenblik enige woorden tot u te richten. Je weet allemaal wat het doel is van dit bezoek. En ik zou willen zeggen, hoe verder het doel en hoe hoger het doel... Hé, over voetbal beginnen? Zoveel te mogelijker is de weg naar dat doel. Laat ons daar vooral aan denken in de weinige uren die we nog mogen samen zijn in mijn nederige woning. Dank u. Een beetje kort. Ik heb beter dit. Een zeer hoger veracht publiek. Ik gemeen de aandacht vragen voor mijzelf. Ja, alsjeblieft, u moet uw mond houden. Stilte, niet onderbreken. Ik hou me buiten smijten. Diner, meer iets voor babbelen dan eten. Op dit moment toch niks om eten, dus beter een beetje babbelen. Applaus. Dank je. Zal ik een keer vertellen wat op menu stond? Hey. Was geen goedkoopsel, hè? Doe dan een keer je best, hè? Dat is dokter van deze ochtend. Dag slim, Karel Slim, dokter Karel Slim. Goeiedag. Hoe ga je binnengeraakt? De voordeur stond wagenwijd open. Hoe is het er nu mee? Met mij alles goed, meneer. Ligt u naar bed? In bed, ja. Dan is ze toch gaan rusten. Gelukkig maar. Hey. Niet voor lang. Gewoon naar Zuid-Afrika gaan. Wat zeg je? Zuid-Afrika? Maar ze mag niet naar Zuid-Afrika gaan. Ze moet hier blijven. Toch vriend, wat u dan kunnen schillen, dat mens hier is om in Zuid-Afrika. Dat mens? Ik verbied u om te spreken. Het is een schatteke. Ah ja? Ik had het toegeloven zijn vrij sympathiek zijn, hè, maar... Sympathiek? Het is een engelke. Een scheten bezeke. Scheten pit. Kun je toch zwaar overdrijven, doktertje? Hey, zij gaan zeggen, ik ga willen kussen. Gij meneer, je mag dat niet doen, dat is gemeen. Ach vriend, ik je nu willen. Ja, dat zeg je nu, maar ondertussen. Oh, mijn rupske, mijn spinneke. Ik wil dat ze hier blijft, hier. En dan moet jij verzorgen, meneer. Ik? Jij dan niet zou het kunnen? Dat durf ik niet. Ik had genoeg moeten doen, hè. Kom een keer mee. Kom. Hier. Zie je daar? De deur binnen. Eerste deur links, ja. Ga je een keer proberen. Ik heb voordeur dicht doen. Daar is mijn Sophie. Daar ligt ze. Of staat ze. Of zit ze. Maar ik weet niet hoe ik dat moet doen op. De eerste deur links is haar kamer. Joe! Reactie? Joe! Lieveke! Je mocht niet naar Zuid-Afrika gaan! Je moet hier blijven! We gaan
wat doet jij daar? Ik heb Sofie Rupsen rust voorgeschreven. Rust? Waarom? Ja, we hebben dat samen afgesproken. Ik bedoel, ik wil zeggen, ach, laat maar. Ziet jij Sofie graag? Oh, ongelooflijk graag. Ik kan zo graag als mijn Rupsen en mijn Vlooien. Wat? Meneer, jij verstaat me verkeerd. Ik ben bijna dokter in de natuurlijke microbiologie en de biologie. Ja, bijna. En zij, ziet zij u graag? Mij graag zien? Dat geloof ik niet. Of toch wel, zeker en vast. Ah, wel, dan zal ik u eens een goede raad geven. Maak u maar geen illusies. Ja, dat kennen we. Maar we zullen nog wel eens zien, de stijgsters. Ik kom terug. Hoortje, ik kom terug. Dat ik terugkom. Wat is met dat voor een rare gast? En nog altijd met scheten, hè? Ik ga eens kijken in de keuken. Voilà, ze. Ellendeling. Huh? Ja. Ik heb. Hoe durf jij het in uw dwaze kop te halen? Pietje, wat is je altijd? Betaal een keer. Jij mag geen. Doe rustig, neem je tijd, kalamkes. Nee, lieveke, en dat tegen mij. Wat ze me doen? Maar denk maar niet dat ik van mijn leven met u zou willen trouwen. Hè. Dat kun jij op uw buik schrijven. Jij, ik heb. Blijf. Meentje, jij hebt toch eens goed moeten luisteren. En hou je complimenten maar voor u, hè. Oh, Jean-Philippe, jongen, gelukkig. Pak hem vast. Allee, jij haast u. Pak hem vast. Maar waarom? Die wil uw grootvader worden. Hey, laat hem maar wat doen. Zij een beetje. Allee, omaatje, voelt je wel goed? Zet je een beetje overspannen. Die heeft mij aan mijn deur gevraagd of ik met hem zou willen trouwen. Ik heb. Ja. Maar dat was net een oma. Dat was die een fameuze dokter Slim. Wacht een keer. Ja, nu ik begin te verstaan. Nee, meentje. Nee, je toch serieus mee zijn hoor. Dokter Slim? Oh, ik denk dat ik weer niet goed ga worden. Geen zorgen, meentje. Dat was eigenlijk niet voor u bedoeld. Eigenlijk is het nog een goeie op, ja. Allee, oma, dat jij uw dingen inbeeld die er allemaal niet zijn, ja. Dat... Die er niet zijn. Wel, ik zou een keer willen weten wat jij zou doen. Moest jij op mijn leeftijd nog horen dat ze met je willen trouwen? Ja, dat lijkt me nu ook niet echt logisch, hè, oma. Allee, kom, weet je wat, oma? Zet u hier maar een beetje, hè. Voilà. En dan kun je een beetje op een positieve komen, hè? Zeg maar, hoe is het aan u? Valt hier nog iets te eten? Wij ons best doen, hè, meneer. Zoals altijd. Allee, ja. Dan zal ik maar het bij de rest van het gezelschap gaan zien. Ah, wel. Hier, wij zitten nu. Jij geen kou? Nee, dat gaat wel. Maar ik beef nog altijd als ik eraan denk dat... Maar dat gaat u niet aan. Nee. Meentje, ik heb gedacht. En wat jij denkt, wij een keer een klein oezoekje pakken. Jij je rap beter voelen. Oh, en wat is dat, een oezoekje? Och, een Griekse borrelke. Oh, nee. Ik drink nooit sterke drank. Hé, dat is wel het beste medicament, hè? Nee, merci, maar ik begin daar niet aan. Allee, zeg, wat denkt u wel van mij? Tep. Jij bent laten doen, hè? Allee, pak aan. Allee, het zoetst een keer. Het zoetst? Ja, een keer slurpen, hè? Ja. Ah, wel, ik overdreef dat maar. Nee.
niet zeggen, maar... Mag jij niet durven zeggen, ja, hè, beetje? Dat ik het belangen niet slecht vind. Hé, ga je maar een keer drinken, hè? Nee. Eén, dat is genoeg. Maar nee, voilà. Eén en één is twee, hè? Mag jij denken? Eén en twee. Allee. Ik voel mij zo warm worden van binnen. Oeh. Jij anders niks voelen of wat? Nee. Allee dan, ga je maar een keer drinken? Ja. Nog eentje? Goed beetje. En nu heb je horen klappen, hè? Hey. Maar niet te rap, hè? Niet te rap, hè? Oei. Kan dat kwaad misschien? Nee. Allee, jongen, wacht op! Ja, half timer! Awesome! Hé, rapa! Ah, nog één! De wijze vent, wou ik zeggen. Ja. Oh, hey, ik kan ook beginnen te blozen. Hey, maar jij ook geen gewone meetje? Hey, stop nu maar met dat meetje. Zeg maar Rosa. Oké. Wij klinken op broederschap, Rosa. Ja. Wij vechten allemaal broer en zussen aan elkaar. Hè. Juist. Ik voel me zo, hoe zal ik zeggen? Ha, zo plezant! Hey, al veel beter en beetje Rosa, ik heb het voelen. Juist! Oh, man! Een tof jongen! Juist! Hey, en dan een toffe jongen zijn alweer. Daarom komen wij overal, overal, overal. Daar hier! Oh. En wij zijn toffe jongens! Zeg, madameke, in plaats van aan bras waken, jij ook beter een drinken. Hey, en een vuil lolletje vertellen, zeg. Hey, ik wil je vertellen, maar luister, hè. Hey. Nee, ik wil het niet horen. Jij gaat zwijgen. Ah wel, madameke, weet dat wat, hè. Doe, u dat bol. Maar... Schandalig! Hij heeft ons allemaal zat gevoerd! De slechterik! Ach, kinders toch! Allee! Wij zijn toch allemaal toffe jongens! En de meisjes, hè? Allemaal! Goed gezegd, Rosa! En zo ik hem willen horen! Allee, wij allemaal nog iets drinken! Ja! En wat zal jij? Een pintje, limonade, cognac? Hé, hey, of nog een goeie borrelke, hè? Niet allemaal tegelijk, niet allemaal tegelijk, hè.
dat ik win. Da 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 da. Da da da. Goedemorgen, mensen. Zo vroeg aan het zingen. Ah, zeer goedemorgen, meneer. Al goed geslapen? Nee. Met die prul van gisterenavond heb ik echt niet goed geslapen. Hoe is het mogelijk? Nochtans weet wijs hoor. Ik heb al toffe avonden meegemaakt. Mensen hier niet weten hoe feest te geven. Hey, in plaats van amuseren, zijn we poel maken. En schoos van al, mij nog verwijten, hè. Wacht, hoe uw pa dat weer zeggen? Ah ja. Dat ik eerbiedwaardige oma een poel van alcoholisch verderf heb gestort. Hé, hey, meet je nog nooit geamuseerd gelijk gisteren? Ja, ja, maar nu weet ze wel niet waar kruipen van de hoofdpijn. Ik zou beter cognac met eiken innemen. Of bij rap over zijn. Ik eentje brengen. Ik denk niet dat dat een goed idee is. Zeg, met. Ja? Zet u eens een keer. Dat was meneer, hè. Als huis zeg ik... Zet u een keer. Ah ja, oké. Okay. Maar hou het kort, hè. Hoe lang zit jij hier al huis, knecht? Nou, jij mij iets vragen, ze. Ik en meneer Ben Makken en hij zal groot zijn. Ah, nee, jij. Ja, ik ken dat huis. Jij zien, hè? Ja, dat heb ik wel gezien, ja. Zeg, en hoe is het nog met Melissa? Hoe? Jij hebt kennen of wat? Nee, heel goed zelfs. Ah ja? Dat is toch een groot verschil, hè? Met meisje hier? Geen twijfel mogelijk, hè, meneer? Nee, nee. Ik bedoel huisknecht of tuinier spelen. Ach, meneer. Zwijg me erover. Maar wat blijf? Maar jij... Ja, jij mij doorhebben, hè. Jij geen uil zijn. Alle moeite voor niets. Zeg... Waarom jij niet uitzien als aap? Waarom niet? Een aap? Nee, laat maar, sorry man. Maar nee, Gert, ik zal er tegen niemand iets van zeggen. Maar wat bedoelt je met je aap? Ja, Emiel alles weten. Vraag hem. Emiel? Wie is dat nu weer? Hij eigenlijk een huisknecht zijn. Hij van trapjes tuiken. Van de trap tuiken? Ja. Dan moest die nee doen mislukken. Hey, voor mij maar kleine moeite, nietwaar? Ja. Dat hebben we gisteren wel mogen ondervinden, ja. Maar door jij geen aap zijn, eigenlijk aan mijn zon zijn. Jij verstaan? Nee. Ik verstaan hoeveel te langer, hoeveel te minder. Zij niet van u moeten hebben. Zij denkt jij nog altijd flaporen hebben. Een volgende keer? Valt mee. Zij denkt jij nog altijd lelijk, abattant mannetje zijn. Nu verstaan? Ah, ja, ja. Dat begint mij stilletjes iets te dreigen te dagen, ja. Maar ik zal... Jij niet van mij weten, hè. Ik kan zo niet populair bij familie hier. En je kunt op je twee oren slapen, met. Ik zeg hier je woord over. Zeg, jij wel gezien, zij zot van u, maar jij ook een beetje... Ja, wat had je nu gedacht dat ik helemaal uit Zuid-Afrika naar hier zou komen? Eigenlijk is het wel goed gevonden. Dat is zo typisch voor haar om dat zo allemaal in elkaar te steken. Goed gevonden? Hé, hey, ik heb wel wijzere dingen weten, zeg. Zeg, met, ja? Zou het je mij eens een plezier willen doen? Ja, maar ik niet van trap vallen, hè. Maar nee, je zou het alleen eens moeten vragen als Sophie erbij is, hè. Of ik de groetjes heb van mijn meisje dat die gisteren was. Zeg je dat je groet van dat meisje... Ah ja, ja, maar pas op, hè. Hey, mijn dochter gaat trouwen, dus ja. Ja, ja, ik versta maar al te goed, met. Zeg je... Was dat nu eigenlijk niet moeilijk om uw werk en al die tuinen zomaar in de schijn te laten? Hey, dat heb ik geregeld.
en Bert Verpoest mij vervangen voor het moment. Bert Verpoest. En wie is dat nu weer? Brabse kameraad. Brave mens, alleen niet veel tegenspreken. Wij beginnen kloppen en smijten. Hé, hey, nog gebokst weet je, hè? Hey. Zo ene, dat mankeren we hier nog, zeg. Maar fijn, hè? Je weet wat we afgesproken hebben, hè? Kom de orde, meneer. Ik alles arrangeer. Nou, dat heb ik al gezien. Wat voor een arrangeur dat jij bent. Jij had mij kunnen rekenen. Ik had ook niet anders verwacht. Is spijt, goeie gast. Afweg, hier alles weer netjes uitzien. Voilà. Als familie wakker is, zijn koffie drinken. Je moest je zicht zien van mijn vrouw toen ik zonder moustache thuis kwam. Oei, 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 ja. Oh, daar is meneer de baron. Ah, Ben, jij een kind bij dag zijn. Hé, hey, ik er goed uitzien, hè? Amai, zeg. Ja. Zo chic. Jij bent precies de manneke uit de boekjes. Zeg. Zeg. Ja. Ik ben het natuurlijk juist naar Dien tegengekomen. Ah. Oh, dat is hier nogal een spel met die dochter hier. Hè, zeg. Eerst moet dat meisje die een gast niet hebben. En nu staat ze er zot van. En daarachter wil die een gast daar niet meer. Terwijl hij zo ver gekomen was voor haar. Vriend, jij hier verstaan. Zij alle twee zot van elkaar zijn. Ah. En waarom zeggen ze dat dan niet gewoon? Weet ik veel. Nu, hij gaat jaloers maken. Daarom ik af en toe zeggen, hij complimenten hebben van mijn dochter. Ah, zo. Maar zeg, is dat waar dat je vader niet een van de gemakkelijkste is? Allee, dat is wat Nadine mij gezegd heeft. Meneer de Klerk? Nee, geen simpele. Zeker Afrikaans miljonair. Denk niet wil hij zo met Sophie trouwen. Belga, zijn jullie weg moeten? Ik ben al weg, tot later niet. Ja, ja. Hey, zeg, geen mol gevangen? Ja, ja, ik heb hem gepakt. Ik heb een kont gegraven en hem neer. Zeg, helaas. Zijn mantel uit. Haas. Allee, kom maar. Ja. Hé, hey, burgemeester. Gaat u zitten, burgemeester. Dank u. Jij een keer zeg, voor wie jij komen? Meneer Benoit, is hij thuis? Ja, waar hij anders zijn. Ja, hij heeft ze met zoon op in bed gekropen. Hey, waarover jij hem willen spreken? Dat zal ik hem zelf wel zeggen. Hij heeft nog geld moeten. Hey, dan ga ik binnen een paar weken terugkomen. Dan alles gearrangeerd zijn. Voor het moment nog wat probleempjes. Maar die zijn opgelost. Denk ik. Mijn vriend, alles wat je mij vertelt interesseert me niet. Oké, oké. Ik wil alleen zeggen hoe zaken zijn. Ik kan een keer halen, burgemeester. Volgens mij stinkt dat zwaar sneezen. Ik niet ruiken? Dat klopt iets niet. Anders is hier altijd zo'n correcte huisknecht die me binnenlaat. En deze komt precies uit het circus. Oh, hij zit me niet graag, hij zit me niet graag. Tjij, wil dat een dochter niet? Oh, Sofieke, je kan weer nu toch. Kan ik een stof niet op hun schreeuwen? Hamed, zijn jij daar? Luister dus. Jij mag jij mij nooit geen loezel niet meer geven. Pardon, mevrouw? Oeh, wat scheelt er met uw stem? Oh, ik kan niks zien van de hoofdpijn. Oh. En ik wil ook niet dat je nog Rosa tegen mij zegt. Verstaan? Oei, oei, oei. Ja, ik ga me
aan denken. Kom hier niet op mijn gemak. Ik denk dat ik beter maak dat ik hier weg ben. Ah, daar is ik klaar. Hé, ik ga je een keer iets vertellen, in mijn vriend. Met of tegen uw boesting. Maar die jongen, die trouwt met dat meisje. Verstaan? Dat weet je niet echt, nee. Zweeg en spreek mij niet tegen. Maar ik wil hier weg. Niet voordat die twee bijeen zijn, vriend. Geen seconde vroeger. Excuseer me dat ik u heb laten wachten. Laat hem maar wel wachten. Je kan dat tegen. Wie zeg jij? Wat doet jij hier? Rustig, jongen. Ik ben de tuinier. Ik vervang mijn maat met voor de moment. Wat staat hier dan te doen? Maak dat je buiten aan het werk bent? Hé, kantjes, hè, vriendschap, kantjes, hè. Neem me niet kwalijk, meneer de burgemeester. Wat belieft? De burger... Wat? Maar excuseert u mij, meneer. Maak dat je buiten aan het werk bent, van. Zeg, hè. Mag ik mij misschien eerst eens een keer verexcuseren bij die mens? Ik heb een wereld, zo, hè. Kom maar mee, burgemeester. Dit is allemaal een heel pijnlijk misverstand. Inderdaad, ik vond het uiterst pijnlijk. Maar ik wou een keer spreken over de nieuwe subsidies voor de lokale middenstand. Ah ja, maar natuurlijk, natuurlijk. Gaat u maar, burgemeester, gaat u maar. Ik heb hier ook weer de hoogste afgeschoten. Maar ja, ik kon toch moeilijk weten dat die Afrikaan hier was, hè? Maar onze nieuwe burgemeester sinds de laatste verkiezingen. Maar enfin, maar goed dat ik mijn manieren heb gehouden. Oh, dat moet in de zool zijn. Kom binnen, mijn vriend, kom binnen. Wie zijt jij? Dat speelt nu geen rol. Ik ben van alles op de hoogte. Ah ja, het is het een en ander, vind je niks? Maar dat komt allemaal wel goed. Je ziet haar toch graag. Zal wel, ik heb er nog niet echt goed over nagedacht. Nu weet je het zeker. Als ik haar heb, dan doe ik al mijn vlooien weg. Wat zeg je? Vlooien? Ik weet het zeker. Ik smijt ze door het venster. Dat braaf meisje. Man, nee, mijn vlooien begot. De geburen zullen content zijn. Nee. Afstand houden, hè, vriend. Klein beetje afstand houden, hè. Want ik krijg al jeuk alleen al van naar te kijken. Alleen al, hè. Zeg, hé. Je bent toch zeker dat je ze nog allemaal hebt? Ja, ik heb ze vanmorgen nog allemaal geteld en toen waren ze nog allemaal. Maar waarom strooit je er geen DDT op? Zijn ze zot? Dan gaan ze dood. Met die vent kun je ook niet klappen. Zeg, je pakt dat spelletje met dat mademoiselle anders wel heel goed aan, hè? Vind je? Van eigen smanneke. Let op mijn woorden. Binnen de kortste keren zal we ja zeggen. Meent jij dat? Natuurlijk. Ik zou toch niet liegen, zeker? Vrij goed, jong. Dan moet jij gewoon doen of je ze niet ziet staan. Zij doet dat ook. Ze doet ook of ze bij niks ziet staan. Al wel. Voilà. Dat moet jij ook doen. Je hebt gelijk. Maar ze heeft gezegd dat ik moest afbollen. Dat is... Dat moet jij haar ook zeggen. Oh, meneer, is het je vreemd? Nee, bedankt. Afstand houden. Zeg, meneer, ik weet niet hoe ik je moet bedanken. Wil je die een paar deesjes hebben van mij? Nee, bedankt. Het is al zoveel als wat ik er heb gehad. Nu ik met u gesproken heb, voel ik me precies een ander mens. Moest je een andere vetnummer weg zijn? Andere? Oh, ik weet wie dat je bedoelt. Daar moet je geen zorgen over maken. Die maakt geen schijn van kans meer. Sophie! Val het af, jong! Ja. Allee, vooruit. Doe wat ik u gezegd heb. Doe maar, vooruit. Vanaf jij. Dat nu is goed gezegd, hè. Goed. Vreed goed. En nu, ja. Nu moet jij gewoon wachten op het resultaat. Zet je zeker? Maar natuurlijk. Je zult wel zien. Oh. Ah wel, wat heb ik u gezegd? Er zit verbetering in, hè? Dat zou ze gisteren nooit gedaan hebben. Ja, dat zal wel. Maar als dat zo doorgaat, begint het toch wel zorgen te maken voor morgen. Ja, dat weet je. Voor uw plezier moet je niet verliefd worden. Ja,
Ik denk dat voor vandaag toch al wel genoeg geweest is. Daar heb je gelijk in. We mogen niet te veel tegelijk doen. Als dat echte liefde is, dan moet ze er wel heel graag zien. Ik gloei er helemaal van. Ja, dat zal wel. Die jonge gasten toch, hè. Dat zal ze toch nog wel allemaal hebben, zeker. Smerige woorden. Heb je er nog zijn? Wie? Ah, die? Nee, die is juist weg. Hé, hey, chique type, hè? Ik ken dat chique. Die zit vol met vlooien. Huh? De nieuwe burgemeester? Nee, wie spreekt er nu over de burgemeester? De zoon van de klerk. Had jij hem gesproken? Zwijg ervan, hè. Ik krijg nog jeuk als ik er aan denk. Wat zeg je nu? Vlooien? Ja, hij heeft het mij zelf verteld. Ja, hij heeft er niks over gezegd. Huh? Ja, ja. Familie daar, jij weg moeten. Ben ik vlug weg. Ja, goed. Voorzichtig, oma, voorzichtig. Kleine stapjes nemen, dat schokt minder. Hey, jij wil ondervinding spreken, meneerke. Aha, daar zit je. Dat is een schande wat je met oma hebt uitgericht. Een echte schande. Allee, kom, pa. Net heeft dat zo slecht niet bedoeld. Ha, zo slecht niet bedoeld? En jij gelooft dat? Sophie, Sophie. Oh, goedemorgen. Goedemorgen. Morgen. Zo slecht niet bedoeld, zeg je. Ik wil er niet aan denken wat er zou gebeurd zijn als je het wel slecht had bedoeld. Over wie bent u bezig, meneer de Klerk? Over uw huisknecht, mevrouw. Met, jij zult wel begrijpen dat we u hier niet meer willen zien, hè? Excuseer, mevrouw, maar ik zou het toch kunnen appreciëren als Met hier kon blijven. Zeg, wat scheelt er met u? Ik kom gewoon goed overeen met die man. Sophie, je begint mij toch wel een beetje ongerust te maken over u. Daar is geen enkele reden toe. Ik voel mij heel... Jij bedankt voor goede samenwerking, meneer. Ah ja, ik wil nog complimenten doen van meisje dat hier gisteren was. Echt? Dankjewel, man. En wilt je ze zeker de groetjes terug doen? Met alle plezier, meneer. Pardon. Jij moet er niet meer in zitten, oma. En jij kunt er niks aan doen. Zeg, over welk meisje waren jullie daarnet bezig? Oh, die kent je niet, mama. Het is familie van de tuinman. Een heel vriendelijk en een sympathiek meisje, toch? Familie van een tuinman? Zijn je nu helemaal gek geworden? Oh, zeg eens beloofd. Pierre, roept zo niet. Excuseer, oma, excuseer. Mijn zoon met een familie van zo'n vieze, vuile vent die hele dagen in de grond zit te ploeteren. Geen keer zeggen wat je tegen tuinman hebt, hè? Dat maakt dat je wegkomt. Oh, mijn hoofd, hè, mijn hoofd. Hoeft mij niet kunnen schelen. Geen keer zeggen wat je tegen tuinman hebt, hè? Wat kan u dat nu schelen? Is dat toch geen tuinman? Ah ja, jij gelijk hebben, meneer, ja. Hey, mag ik mij heel veel verbonden voelen met die mannen? Ja! Dat is afgesproken, hè. Oh, pardon. Oh, ga je bijstellen, burgemeester? Ik je familie voorstellen. Dat zal ik wel doen, ja. Meneer de burgemeester, mag ik u mijn gasten voorstellen? De dames de Klerk. Dames. Aangenaam. Meneer de Klerk en zijn zoon Jean-Philippe. Wel, ik heb u precies nog gezien. Want u komt mij ergens bekend voor. Ja. Inderdaad, ja. U heeft me verteld dat je nooit meer oezo zou drinken en dat je een toffe jongen waart. Maar jij kent die familie dus al. Zo ongeveer wel, ja. Maar nu moet ik door. Gegroet iedereen. Jij mijn volgende burgemeester, ik je buiten smijten. Oh, meneer, mevrouw Benoit, ik moet mij verontschuldigen voor de uitschuiver van mijn zoma. Ik hoop dat dat uw relatie met de burgemeester niet zal beïnvloeden. Oh, we moeten u geen zorgen maken, meneer de Klerk.
Het is nog een jonge burgemeester en als voorzitter van de partij. Voilà, die is ook weer buiten. Hé, het scheelde niet veel, hè? Meentje ook weer de hoogste vogel afgeschoten. Het is al goed. Wij willen ontbijten. Dat moet lukken. Alles hiernaast gereed. Dames, als jullie willen voorgaan. Hoe zeg ik? Is er straffe koffie? Meentje, kan ik je luisteren? Cognac met eiken en... Oh, meneer! Wilt je alsjeblieft stoppen met praten over die raar dingen? Nou, ik heb eigenlijk geen honger. Ik blijf liever hier wat zitten, als u het niet erg vindt. Doe maar wat je wilt, meneer de Klerk. Doe alsof je thuis bent. Stel u voor. Eerst sleurt uw zoon u hiermee naartoe. Ja, we vallen hier van de ene verbazing in de ander. Eerst is de lelijk scharminkel en daarna een ontzettend mooi meisje. Maar nu heeft u een relatie met de familie van een tuinier. Maar dat gaat niet door, hè. Dat het gedomme niet doorgaat. Allee, dan komt dat stuk onbenul weer. Meisje, kom eens hier. Zijt je hier de huismeid? Oh, kun je niet spreken misschien? Niet weten, hè? Was dat voor een? Kent jij hier de tuinman? Ja, ik ken die. Ja? Hoe kent je die? Hij is mijn vader. Wat lief? Dat zijn jij? Geen wonderaar. Ga hem onmiddellijk halen. Maar dat is het toppen. Waar staat mijn zoon zijn gedacht? Ja, een schoondochter erbij, die kan me niet schelen. Maar dat is zo geen. Dat heb ik van mijn leven nog niet gezien. En wat ik ga die vaders eens deftig mijn gedacht zeggen. Meneer had geroepen? Zijt hier een tuinman? Ja, en wat kan ik voor meneer doen? Eens een keer goed naar me luisteren, vriend. Dat kun jij doen. Uw dochter mag nog zo zot zijn van mijn zoon, maar ze gaat hem nooit krijgen. Begrepen? Wat zeg jij daar nu allemaal aan het zeven? Ah, je wist dat zeker niet. Ah, wel, zeg het er maar. Wat moet ik haar zeggen? Dat ze moet ophouden met mijn zoon zijn hoofd zo te maken. Heb jij mij goed verstaan? Zijn hoofd zo te maken. Mijn dochter met uw zoon. Dat vies baasje. Vies baasje? Pardon? Dat wandelende vlooien, zeg ik, ja. Maar nu nog vlooien? Mijn dochter zou hem zelfs niet willen. Heb jij mij goed verstaan? Ze moet geen vent hebben die ze eerst moet laten uitkoken en dan moet smelten. Wat zit daar allemaal te afkallen? Wilt jij die beledigingen onmiddellijk intrekken? Nu nog beter. Wie is er hier begonnen? En roep zo niet. Een beetje op uw gemak, hè? Hey, of ik heb u vals? Wat is dat hier? Allemaal, hè? Zijn dochter loopt achter mijn zoon. En jij geeft er nog aan toe ook? Ik. Oh, Jean-Philippe, maar jij is een sneerlap. Ik wil u nooit meer zien, nooit niet meer. Oh, maar enfin, Sophie, daar is geen sprake van dat ik... Oh, Sophie, dat moet toch niet lopen? Sophie, Hij heeft mijn dochter beledigd. Hij heeft nog niets anders gedaan. Ze kan al even min tegen vlooien als ik. Ik vermoord hem. Oh. Maar jij gaat dat toch niet doen, zeker? Oh. Niet vechten, heb je echt niet vechten, hè? Ik heb vechten. Oh, ik heb hem vermoorden. Oh, met jongen, je gaat hem gaan helpen. Allee, doe dan toch iets. Zeker? Jij zot zeker? Als Bert kwaad is, iedereen in de buurt komt net op je vroegen. Meneer Benoit, doe jij dan niets? Nee. Allee, ik heb het hier. Is dit dat je nu ook vermoord? Wat gebeurt er allemaal? Oh, ja,
denk al verkeerd aan te lopen. Ja, het is gedaan. Was kort, maar heel goed geveegd. Meneer de Kerk! Wat is dat nu? Hij heeft je andere een goede rammeling gegeven. Voilà. Training, hè? Links dan training. Als er misschien nog iemand goesting heeft. Ja, jullie snappen dat we daar na dit incident niet meer langer kunnen blijven, hè? Wij gaan ons klaarmaken voor de terugreis. Kom, oma, kom, Gerda. Dat spelletje heeft hier lang genoeg geduurd. Tja, ik ook maar eens gaan, zeker? Uitzien jij zonder met verder kunnen. Vind spijtig zo moeten lopen. Ja, ik ook graag een stukje taart gehad. Een stukje taart? Ja, op verloving. Allee ja, ik heb tenminste best gedaan, hè. Jij, hè? Maar jij, hè? Oh. Laat maar. Wat gebeurd is, is gebeurd. Ik zal u vergoeden voor al uw moeite. Nee, later. Jij ook niet aan verdiend. Ja, hier, pak aan, hè. Per slot van rekening heb jij hier 2 dagen gewerkt. En het is misschien wel allemaal onze schuld. We hadden er nooit moeten aan beginnen. Jij goed mens zijn, echt waar. Allee, ik kan maar weer tuinman zijn, zeker? Dat denk ik ook, ja. Voilà. Zo gauw zo verliepen is, dan kunnen we gaan. Tja, ik vind het spijtig dat het allemaal zo is moeten lopen, maar... Als je nog eens een keer in de buurt bent, mogen de altijd een keer binnen. Dank u. We zullen wel zien. Zijn we nu eindelijk weg? Waar zit jouw verliefde toch? Ze gooien hier dus en zijn we weg, oma. Ja, ik had er ook even anders gezien, maar... Dat is toch vreemd, hè? Die Sophie met die eigenaardige stem en die sigaret en die haren. Eigenlijk ziet er dat toch een vriendelijk meisje uit. Hè? Niks aan te doen, hè. Dat werd toch niks met die twee. Spijtig, maar niks aan te doen. Allee, ik kan mee weg. Ja, ik kostuum later een keer terugbrengen. Ja, mensen, alle moeite is dat toch niet voor niks geweest. Ja, een minuutje, hè? Oh, meetje, is toch goed gekomen? Hé, jij ook niet vinden? Wij er eens op drinken? Nee, voor geen goud van de wereld. Stel dan, meneer Jean-Philippe, ik zeg je. Meneer Benoit. En mag ik bij deze de hand van uw dok? Oh, is het gelijk een boekskist? Oh, dat wordt voor mijn part. Wat denkt u ervan, meneer de Klerk? Zeg maar Pierre, dan weet je het wel zeker. Ik zal jullie later wel eens vertellen hoe het allemaal toch nog is goed gekomen. Dat is veel te ingewikkeld om daar nu nog aan te beginnen. Ja, dat is bijzaak. Het voornaamste is... Jij pakt mijn woord uit, man. Voornaamste liefde nog een keer gewonnen. Hé, ik weet niet wat jij denkt, maar eet we dat goed reden we drinken. Hé, ik zal een keer in de kelder kijken. Allee, zou ik je dat niet beter zelf doen? We hebben ons zoveel met hem meegemaakt. Oh, laat het maar doen. Ik begin er wel gewoon te worden. Ik weet niet of je mij gelooft, meneer Pierre. Ja, een speciaal type, ja. Zeg, meneer Benoit, die met haar, dat wordt toch geen familie, hoop ik? Maak u zich maar niet ongerust. Met heeft bij onze familie niks te maken. Allee, het is te hopen dan. Verschiet anders van niks te meer met je vent. Ik vind wel dat hij lang weg blijft. Ik zal een keer gaan kijken. Dat zal niet nodig zijn, meneer. Ik hoor al iets. Gelukkig. Mag ik zo vrij zijn? De
de dames en heren geluk te wensen. Dames en heren, ik ga voorstellen Emiel. Huisknecht die met klinken en klakken van trap is gevallen. Het wordt hier al maar moeilijker om volgen. Nu hebben we plots een modelbediening. Wat was zei je daar? Van de trap gevallen? Is dat er mee toe? Om hierbij een kleine inlichting te geven. Wil jij niks anders hebben? Koekjes? Broodjes? Jongen, Emiel wil iets uitleggen. En stelt er Emiel spitsen. Dames en heren. Net voor uw komst bereikte mij van hogerhand het niet alledaags verzoek om mij van de trap te laten vallen. En dit allemaal om de boel in het honderd te laten sturen. Alleen maar omdat de jonge juffrouw dacht dat de jonge heer de klerk nog altijd dezelfde ambetantrik was dan in zijn tijd op school. Nu begrijp ik alles. Maar heeft u zich dan geen pijn gedaan, meneer? Nee, mevrouw. Ik ben gewoon boven aan de trap gaan zitten. Ik heb mijn plateau met glazen op laten vallen. Ik ben onder aan de trap gaan zitten. Ik heb wat op de trap geboomd. En ik heb luid gebruld. Heb je dat nu al geweten? Maar uw planneke is dan toch niet kunnen doorgaan. Al goed, hè, papa. Ja. Nu een keer uw school. Allee, nu feest beginnen, hè. Ik heb voorzitter het feestcomité en toch eerst woordje willen zeggen. Edelgeboren bruidsparen, madames en meneers, en wij glas heffen op. Wat nu krijgen? Oh zeg, is dat die, zou dat die, oh, dat is die vrede vent, die komt wraak nemen, Pierre. Laat ze maar komen. Ik pak ze allemaal tegelijk. Zal ik hem nog een keer? Nee, Pierre, niet doen. Nee, meneer de Kleinig, jij een gast zijn. Ik arrangeer het. Grote Lubas, waar jij zijn? Amai, zeg. Je met, je durft nogal. Hij boven zitten zeker. Waar jij zijn? Geen schaam dat jij de best zonder te zorgen. Wat hebben jullie gedaan? Dat bed naar boven gelopen. Maar dan zijn we naar buiten gegaan. En doet dat zoveel pijn? Ik heb van trap komen, stukje van lopen los en...